Ik heb ja gezegd tegen de serie omdat het zo'n ontzettend ander concept was. En ik dat dus heel spannend vond om het op die manier te doen. Er is een verhaallijn en er zijn gebeurtenissen waar je natuurlijk gewoon aan moet houden. Gewoon feiten en personages. Maar hoe het precies gebeurt en hoe we het zeggen, dat vullen we zelf in. Dat deel is geïmproviseerd. Ik vraag het. Eén moment. Dave? Ja? Sorry. Nog een vraagje. Weet jij wie dit is? Dat is Robbie. Ik heb eigenlijk geen seconde getwijfeld om hier aan mee te werken toen ik het eenmaal mocht gaan doen. Juist het feit dat er een soort risico aan vast zit, maakt het extra leuk. Ik vond het idee heel spannend en heel uitdagend. En wat me echt helemaal over de streep trok, was het zien van het Engelse voorbeeld, zeg maar. Zoiets als Suspects had ik nog nooit gezien. Je bent als acteur heel erg op het moment zelf in de scène aan het uitvinden. Wat is er aan de hand? Wat weten we nu? Wat zouden we nu eventueel kunnen doen? Als wij als acteurs ons gewoon helemaal op dat verhaal richten en op de dingen die we wel en niet weten, dan komt die tekst eigenlijk vanzelf. Qua concentratie is het gewoon weer een hele nieuwe wereld die ik best wel interessant vind.